De vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft samen met de United Nations Development Programme, UNDP, vanmorgen de Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking gelanceerd. Het doel is het promoten van werkgelegenheid en ondernemerschap van personen met een beperking. Alexis Armstrong, vertegenwoordiger van UNDP, zegt dat wereldwijd de rechten van mensen met een beperking worden erkend. Er moet daarom veel meer gedaan worden voor deze kwetsbare groep. Indachtig het VN-verdrag inzake de rechten van gehandicapten hebben lidstaten van de VN toegezegd om bij te dragen aan de integratie van gehandicapten op alle gebieden van de samenleving. Anil Kunshbihari, voorzitter van Stichting Wang Okasi, zegt dat twee woorden heel belangrijk zijn in dit project, namelijk wil en inzet. Als de wil bij iedereen aanwezig is en de inzet 100% is, zal dit project een succes zijn, zegt Kunshbihari. Laten wij de helden zijn voor deze groep die al jaren hunkert naar een stukje ontwikkeling. Al jaren hunkert om zelfstandig te worden. Laten wij die helden zijn voor deze mensen, dames en heren. Ten slotte, als organisatie, vooral als een belangenorganisatie, zullen we hierin een belangrijke rol spelen, een centrale rol moeten spelen. Maar wij hebben ook onze beperkingen. En daarom heb ik die keus om vandaag toch twee hulpvragen te stellen. Hulpvragen die erg belangrijk zijn tijdens dit project, dames en heren. En dat is dat we graag onze eigen kantoorruimte zouden willen hebben. Het hoeft niet een bombastisch ding te zijn, maar dat we een ruimte kunnen hebben waarbij we kunnen werken vanuit een centraal punt en de belangen van de doelgroep zouden kunnen behartigen. Minister Suwarto Mustaja van Arbeid zei dat gelijke behandeling een van de fundamentele mensenrechten is. Minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die de president vertegenwoordigde, gaf aan dat alle sociale groepen hun rechtmatig aandeel uit de ontwikkeling van Suriname kunnen halen. Mensen met een beperking hebben daarom speciale aandacht van de regering. Verdrag 011 heeft de bedoeling om discriminatie en stigma op de werkplek te minimaliseren en uiteindelijk uit te bannen. Mensen met een beperking behoren tot een groep die bescherming behoeven en slachtoffer kunnen zijn van onderscheid en discriminatie op de werkplek. Die discriminatie heeft betrekking op de vorming via formeel en informeel beroepsonderwijs, zodat men gereed is voor de arbeidsmarkt. Zo zijn er initiatieven die erop toezien dat er gericht aandacht besteed zal worden aan de toegankelijkheid van gebouwen en infrastructuur, het wettelijk vastleggen van uitkeringen voor mensen met een beperking en aangepaste huisvesting. We juichen dit initiatief van de VSB in samenwerking met de UNDP daarom toe, omdat dit wijst op het belang dat thans ook de particuliere sector hecht aan menswaardig werk voor mensen met een beperking. Dat was minister Christine Polak en daarvoor minister Mustaja. Ze spraken bij de lancering van de Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking. De lancering vond plaats in het Courtyard by Marriott Hotel.